en best wel eng. Eng? Ja, op vakanties en zo heb ik heel vaak vechtpartijen met Russen gehad. Jij vecht die, veel, jij, hè? Nou, niet veel, maar als ze uitdagen wel. Ja. Als het moet, moet het. Ja, maar jij hebt in Rusland gewerkt. Had je niet heel vaak knokpartijen daar? Ik moet zeggen, in Vladikavkaz was het vrij rustig. Ja? Waar? We woonden wel in de buurt van het oorlogsgebied. Ja, dat was serieus 2 tot 3 uurtjes zeg maar, van Vladikavkaz af. Waar, zeg maar, oorlog aan de gang was. Ja. Maar vechtpartijen in Rusland heb ik niet echt. Maar in clubs, je ging wel eens uit. Heb je dan niet dat die gasten heel snel van die gebaren maken dat ze je keel doorsnijden? Ja, je hebt wel heel veel te maken met de Russische maffia, zeker in Moskou. Maar ja, ik als jongen die zeg maar vanuit Nederland komt, ik weet niet wie maffia is en wie zeg maar een normale jongen is. Dus heel vaak moet je dat wel horen van iemand anders, van daar kan je beter niet in de buurt gaan. En met die kan je beter wel omgaan, want die ga je in de problemen zetten. Of die willen wat van je om het feit dat je zeg maar professionele voetballer bent. Ja, ja. Maar ze hebben toch een kort lontje. Ze hebben best veel temperamenten, Russen. Dus als de reporter zegt, ik ga boos kijken, dat zou ik echt niet doen. Bart is zo, hè? Dat moet je er ook bij zeggen. Bart is niet zo heel groot, die loopt onder de tafel door. Dat was zelfspot. Ja, dat was een grapje van Bart. Ook gelukkig. Ja, nee, maar Bart is echt Het is echt gevaarlijk met Russen. Die snijden echt je keel door gewoon. Ja, maar echt. Ja. Ik heb eens een keer op vakantie meegemaakt met mijn zoons. Die waren toen 4 en 6. Ik stond achterin, die jongens, en nog een Russisch jongetje. Toevallig. We gingen tegen Russen. En die jongetjes van mij en dat Russische jongetje, die konden heel goed voetballen. En we tikten die volwassen jongens weg. En toen liep het helemaal uit de hand, met vechtpartijen alles. Maar je hebt ook zelf gevochten toen en zo. Als ze je zoon van 6 met een sliding op een stenen veldje onderuit halen, ja, dan gaan ze dood. Ja, snap je? Maakt niet uit waar ze vandaan komen, dan gaan ze gewoon dood. Dan moet je mat inderdaad, ja. Zo is het wel. Maakt me echt niet uit met wat, maar dan gaan ze gewoon eraan. Maar Royston, help me even mee. In de voorbereiding bakte die Russen er helemaal niks van. 7 wedstrijden op rij konden ze niet winnen. En nu opeens lijkt alles te lukken. Of was het ook een beetje geluk vandaag? Of waren de Egyptenaren niet zo goed? Wat vond je ervan? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben er heilig van overtuigd dat de boost op het moment dat je eigen land zeg maar een WK mag spelen, dat dan gebeurt er wat. Ja, ik denk dat er sowieso wat loskomt in de jongens. En tuurlijk, je wil jezelf natuurlijk bewijzen in je eigen land. En mocht je, kijk, wereldkampioen denk ik niet dat ze gaan worden, maar mocht het gebeuren, dan denk ik dat Rusland ineens een ander land gaat worden, denk ik. Ja? Vrije land, minder dictatoriaal en zo. Er gaan hele gekke dingen gebeuren. Zuid-Korea. Ze speelden ook goed, toch? Ja, maar Zuid-Korea speelde toen goed en was...